Wat doe je als campagneleider bij een politieke partij? Hoe haal je in een tijd van social media je kiezers binnen? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De campagne is in volle gang, ook bij de ChristenUnie. Betekent dit alle hands aan dek? Dat gaat allemaal onder leiding van een campagneleider. We praten er zo over met Marcel Koning, campagneleider van de ChristenUnie. Goedenavond, meneer Koning. Goedenavond. Maar eerst wat anders. Vier senatoren hebben het kabinet gevraagd actie te ondernemen tegen godslasterlijke uitspraken van presentator Ronald Giphart. Aan de telefoon Frans de Koeier van de Bond tegen het Vloeken. Goedenavond, meneer de Koeier. Goedenavond, heer Pasterkamp. Helpt u ons even. Wat heeft Giphart ook alweer gedaan dat hij nu vier senatoren over zich heen krijgt? Nou ja, Giphart die vond het aardig om in het kader van ons jubileum te vertellen waarom hij het wel leuk vindt en goed vindt om vooral te zeggen wat je wilt zeggen. En waarom hij vindt dat daar op geen enkele manier een grens aan zit. Ja, en hij gebruikte daar nogal godslasterlijke taal bij, begreep ik. Ja, dat klopt. Dat deed hij inderdaad op Radio 1. En dat was ook niet één keer, maar dat was eigenlijk het hele item. Dus minuten achter elkaar. Ja. En we hebben nog nooit zoveel meldingen en klachten gehad van mensen dan die uitzending. Mm-hmm. En waarom deed hij dat, denkt u? Ja, dat is voor ons ook een beetje een raadsel. Want hij heeft er zelf ook nog niet echt op gereageerd. Je kunt er soms een keertje zeggen, nou ja, als je bijvoorbeeld een emotie hebt, dan zijn er woorden waarvan je later denkt, nou die had ik niet moeten gebruiken. Maar hij deed het echt als een spelletje, hij vond het leuk, hij bleef ook maar doorgaan. Dus het is ook een beetje een raadsel voor ons, waarom dat is gebeurd. Nu hebben vier senatoren vragen gesteld aan staatssecretaris Dekker. Wat willen ze precies van Dekker? Nou ja, ik vind het in ieder geval heel goed dat ze hier dus aandacht voor vragen. Ik heb al begrepen dat ze hem willen vragen of er een mogelijke vervolging plaats kan vinden. Voor ons is het in ieder geval interessant van wat gebeurt hier nu precies en wie is hier nu voor aansprakelijk. Hè? Wij zijn er ook niet direct voor om nu Giphart als de grote boeman zeg maar, neer te zetten. Maar wij zijn vooral ook heel benieuwd wat hier nu de rol van Radio 1 in is. Hè? Want zij zijn natuurlijk het podium wat dit gefaciliteerd heeft. Ze hebben niet ingegrepen, ze hebben hem ook niet aangesproken. Die Giphart, dat is natuurlijk één stem, maar vervolgens als Radio 1 en dit soort dingen toestaat, dan gaat het direct door duizenden radio's heen. Ja. Dus voor ons is het vooral heel interessant, wat gaat er nu gebeuren, wat gaat die Dekker zeggen en stel dat er vervolging plaats zou gaan vinden, wie wordt er dan vervolgd? Ja, dat is dus actie vanuit de politiek, maar hebben jullie zelf ook actie ondernomen tegen Giphart? Nou, wij hebben dit eventjes afgewacht, omdat we vrij snel hoorden dat er vanuit de politieke actie zou gaan komen. We hebben Giphart via social media benaderd. Daar heeft hij nog niet op gereageerd, helaas. Maar wellicht dat nog gaat komen. Ja, tot slot, meneer de Koeier. Denkt u niet dat zo'n actie ook weer een wederactie uitroept? Nou ja, misschien wel. Maar er moet natuurlijk wel een keer een grens zijn. En je kunt natuurlijk steeds met elkaar het over bepaalde woorden hebben die eenmalig plaatsvinden op de radio. Nou, dat doen we natuurlijk ook. Ja. Maar dit was echt gewoon een grote schande, werkelijk. En daar spraken niet alleen mensen die wat met God hebben om het zo te zeggen schande van. Maar we werden ook gewoon gebeld door mensen die zeggen, nou, ik heb helemaal niks met God, maar dit gaat zoveel verder dan een keertje vloeken. En wij luisteren dus nu geen Radio 1 meer. En we gaan natuurlijk best heel ver. Ja. Ja. Uitstekend. We gaan kijken hoe zich het gaat ontwikkelen. Dank voor dit gesprek, meneer De Koeier. Heel graag gedaan en nog een mooie uitzending gewenst. Dank u. In deze tijd van verkiezingen is de campagneleider de spil in de verkiezingscampagnes van de politieke partijen. Zo ook bij de ChristenUnie. Bij mij aan tafel Marcel Koning voor deze politieke partij. Goedenavond, meneer Koning. Goedenavond. Om even bij de actualiteit aan te sluiten. Gisteravond was er een debat tussen uw lijsttrekker, Gert-Jan Segers, en meneer Lubach. Ja. Niet bepaald een vriend van christenen, zou je kunnen zeggen. Waarom doet u dat? Nou, we waren uitgenodigd door Veritas, het Veritas Forum in Leiden. Die had Arjan Lubach en Gert-Jan Segers daarvoor uitgenodigd. Ja. En ze kennen elkaar. Ze hebben al vaker dit soort gesprekken gehad. En ja, weet je, dat is aan de ene kant natuurlijk, het zijn mensen die echt, echt radicaal tegenover elkaar staan als het gaat om de plek van God in de publieke ruimte. Ja.
Maar ze konden er wel op een soms zelfs leuke, maar in ieder geval respectvolle manier over debatteren. Mm. En ik merkte, we zaten in de Pieterskerk in Leiden. Daar konden 900 mensen in. Dat was binnen 2 uur waren de kaarten daarvoor verdwenen. Oorspronkelijk zouden we naar een kleiner zaaltje. Het leeft. Het leeft onder al die studenten. Veel Christenstudenten waren er ook. Die willen met hun beide benen in de wereld staan. Als wetenschapper vaak een opleiding volgen. En tegelijkertijd ook hun geloof daarin een plek geven. Mm. En ik merkte in alle gesprekken eromheen dat zij interessant vinden hoe iemand als Gert-Jan Segers daarmee omgaat. Ja. Maar ook mensen als Kees Dekker, die waren er ook aanwezig. Het zijn natuurlijk mensen die daar goede rolmodellen zijn voor de studenten. Ja, u hoeft dus niet lang te twijfelen of u op deze uitnodiging in zou gaan. Nee. Er wel andere debatten waarvan u denkt van nou... Moet onze lijsttrekker daar aan tafel gaan zitten? Ja, nou, gebieden zeggen dat wij af en toe ook wel eens denken, hier horen we eigenlijk bij en we worden niet uitgenodigd, omdat ze dan niet alle partijen uitnodigen. Ja. Dat komt iets vaker voor, heb ik het idee, dan dat wij... Ja, er zijn natuurlijk wel organisaties die hun eigen kieswijze, kan ik me herinneren, maken waarvan wij denken, ja, daar hebben we helemaal niks te zoeken. Dat is zo suggestief, dat is zo niet onze... En er zijn ook heel veel debatten in het land waar wij echt met een relatief kleine lijst, een kleine fractie in op dit moment in Den Haag... En het kan ook voorkomen dat er een debat dat is, zoals zondag bij RTL, waar het over voltooid leven ging, waar u niet bij bent. Ja. Terwijl het uw agendapunt is. Ja, dat was een heel dubbel gevoel. Ja. Want aan de ene kant was ik echt oprecht... En waren wij oprecht dankbaar, want het is niet zo heel vaak dat een thema die juist voor de christelijke politiek zo ontzettend belangrijk is, euthanasie, zelfdodingspil, waarvan wij hebben gezegd, laten we nou eerst politiek een agenda maken van waardig ouder worden. We kunnen nog zoveel meer doen. Dus een positief antwoord op een voor christenen belangrijk medisch-ethisch vraagstuk. En dat nu een onderwerp is in de campagne, dat is... Ja, ik heb dat nog niet heel veel eerder meegemaakt voor christelijke partijen. Mm-hmm. Dat is ontzettend iets om dankbaar voor te zijn. En dan is het natuurlijk wel, hoewel we daar ook gewoon rust bij hadden. Ja, het was op zondag, dus was u er niet bij. We waren er niet bij. Ja. Maar ik vond het aan de ene kant wel weer mooi. Ik dacht, nou, dit is nu een thema in de campagne. En het laat voor mij zien, en daar vind ik deze verkiezing echt bijzonder in, dat er urgentie zit op de agenda voor de christelijke politiek. Als het gaat om bijzonder onderwijs, als het gaat om... Krijgen wij ruimte in ons gezin om te kiezen hoe wij onze kinderen willen opvoeden? Als het gaat om duurzaamheid, maar ook als het gaat om deze ethische vragen. Ja. Gert-Jan Segers is voor de eerste keer lijsttrekker van de ChristenUnie. We gaan even kijken naar een filmpje van hem dat van uw website komt. Ik ben Gert-Jan Segers. Ik ben getrouwd met Rianne. We hebben 3 dochters. Als ik mijn dochters in de ogen kijk, dan voel ik het gaat om hun toekomst. En ik maak me daar wel eens zorgen over. We hebben als gezin 7 jaar in Egypte gewoond. We hebben daar heel intensief met Koptische christenen opgetrokken. Mijn vrouw hielp daar gehandicapten op een vuilnisbeltwijk. En ik weet wat het is om als christen in een islamitisch land te leven. Ik weet wat het is om in een land te leven met een gebrekkige rechtsstaat en nauwelijks vrijheid. En des te meer ben ik onze vrijheid gaan waarderen. De joods-christelijke wortels van ons land. De vrijheid om in God te geloven is het zo waard om voor te knokken. Daarom zit ik nu in de Tweede Kamer. Dit is een school waar mijn kinderen op hebben gezeten toen we terugkwamen uit Egypte. Ja, meneer Koning, een school, gezin, dochters, family man. Wilt u zo Gert-Jan Segers neerzetten? Gezin is heel erg belangrijk. Wat we hier geprobeerd hebben te doen, u laat de eerste minuut zien van 3 minuten, is allereerst natuurlijk kennis maken met Gert-Jan, die in Egypte gewoond heeft. Die een van de belangrijkste items in deze campagne is natuurlijk hoe gaan we met de islam. Ja. Hij kent dat. Hè? En vrijheid is echt een van die thema's die wij deze campagne echt super belangrijk vinden. Mm-hmm. En wat je in zo'n filmpje ziet, is dat we daar ook echt iets van vinden. Dat vindt de partij, dat zegt het verkiezingsprogramma van alles over. En we hebben ook nog eens een lijsttrekker bij wie dat zeg maar op het lijf geschreven is. Ja. En verder gaat de rest van deze video gaat over het belang van het bijzonder onderwijs. Ja, maar mag ik even nog terug naar het begin? Want u laat ook zijn dochter zien, terwijl politici altijd zeggen, mijn thuisfront, dat is gescheiden van wat ik in Den Haag doe. Ja, nou, dat is een keuze geweest. Daar heeft Gert-Jan zelf in gezegd van, ik vind het prima. En zijn dochters vonden dat prima. Die vonden het ook leuk om mee te doen. Mm. En er lag geen druk op of dat moest of niet moest. Maar in essentie
willen we gewoon het verhaal vertellen wat dicht bij Gert-Jans persoon ligt. En dan hoort zijn gezin daar steeds ontzettend bij. Ja. Maar is dat ook zeg maar emotie dat de kiezer op zo'n manier wil zien wie die lijsttrekker is en ook welke mens daarachter zit? Ja, tuurlijk. Ja. En is dat belangrijk? Ik denk dat... Want het gaat toch om de inhoud? Het gaat om de inhoud en het gaat denk ik ook om de vertolker van de vertolkers van de inhoud. Dat kun je anno nu... Dit gaat om een tv-spotje. En ik heb altijd geleerd als het gaat om televisie. En dat is altijd ook alweer heel erg nederigmakend. Dat mensen meer de beelden volgen dan het verhaal van de inhoud. Mm-hmm. En als je een partij wilt zijn waar je zegt... we willen ruimte geven aan mensen om te hebben in het gezin... dan horen daar beelden bij die daar ook plaatsvinden. Ja. Deze campagne 2017 lijkt anders dan die van 2012 en 2010. En de rol van bijvoorbeeld social media is een veel grotere dan toen. Ja. Signaleert u dat ook? Ja, nee, dat is echt deze campagne denk ik de meest evident ten opzichte van de vorige. Het grootste verschil. Er zijn ook wel meer verschillen. Maar dit is een heel groot verschil. En het interessante is, er zit een hele grote paradox in. Mm-hmm. Want aan de ene kant is het makkelijker dan ooit om mensen te bereiken. Zeker voor kleinere partijen. Ja. En tegelijkertijd is het moeilijker dan ooit. Het is makkelijker omdat we dat directe kanaal hebben. Dit videootje wat u liet zien op de website. Ja. De Centraal Politieke Partijen. Toen Gert-Jan het op zijn Facebookpagina deelde. Had het binnen een paar dagen meer dan 200.000 kijkers. Nou, dat zijn enorme aantallen voor ons. En tegelijkertijd is het ook moeilijker. Want mensen, u weet het ook... hebben hun eigen Facebook en komen maar eens tussen. Ja. We zijn allemaal zo bezig met Facebook, Instagram en WhatsApp... en alles komt op ons binnen. Dus je moet in dat woud van filmpjes en video's en foto's moet je wegvinden. Het is makkelijker en het is tegelijkertijd ook moeilijker... omdat mensen krijgen zoveel prikkels en wat blijft er dan nog echt hangen? Ja. Dat is mijn speelveld. Ja, toch zou je kunnen zeggen het is makkelijker... want u bepaalt zelf wat u naar buiten brengt. En u gaat niet zoals in een debat of... in een forum waarbij onderwerpen aangedragen worden. Nou, en daarop in. Het grote verschil is denk ik, en dat is heel interessant voor ons... dat het een stuk goedkoper is dan wanneer je... Want in de oude traditionele marketing, als je kijkt naar de tv-spotjes van de partijen... en de radiospotjes, daar bepaal je ook zelf wat je naar buiten brengt. Ja. Alleen daar liggen hele andere tarieven tegenover, heel plat gezegd. Natuurlijk, maar de debatten zijn er ook nog steeds, hè? Ja. De debatten zijn er nog steeds. Dit soort gesprekken, maar vooral ook de debatten die Gert-Jan voert. En de debatten die alle andere kandidaten voeren. De journalistieke rol is volgens mij ook niet minder geworden. Ja. Er is daarnaast een heel groot kanaal gekomen... waarin mensen zelf in een wat andere context... en waarin wij mensen direct kunnen bereiken. Ja. U zegt de debatten zijn er, waarbij ik dan zeg... de grootste partijen, in de peilingen althans, laten zich daar niet zien. Wat zegt dat? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Dat met name Geert Wilders zich echt alleen via dat directe kanaal... Ja. We weten het niet. Maar ook de premier. Ja, die laat ook een aantal debatten lopen. Ja. 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 Ja, weet je, daar zitten ook twee kanten aan. Ik zie ook dat er ontzettend veel debatten zijn. Mm. En ik vind het een kwalijke zaak als mensen het debat uit de weg gaan. Dat is niet goed voor de democratie, denk ik. En ik vind ook als communicatiemedewerker... zou ik het ook gewoon heel erg vervelend vinden. Ik denk, nee, weet je, als je in je eigen verhaal gelooft... en je krijgt de kans om het ten opzichte van anderen duidelijk te maken... dat is toch... En er kijken 2 miljoen mensen of 1,5 miljoen mensen. Ja. Ja, geef mij die kans. Ja. Ik bedoel... Waarbij de VVD wel actief is op social media. Ja. 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 Dus aan de andere kant doen ze dat wel, ja. Maar kan iemand die niet aan debatten meedoet... bijvoorbeeld Geert Wilders, kan die de verkiezingen winnen? Ja, dat is dus de hele spannende... Daar moeten we op 16 maart over doorpraten. 15 maart. Ja, op 16 maart doorpraten, ja. Ja, daar moeten we op 16 maart over doorpraten. Maar kan dat, denkt u? Ja, ik bedoel, ja, dat kan. Ja. Theoretisch kan natuurlijk alles. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaar de gekste dingen zien gebeuren... Ja. Waar een soort vertrouwensbreuk tussen mensen en de politiek aan ten grondslag ligt. Ja. En we hebben in Engeland rare ontwikkelingen. Ik bedoel, hoe je daar dan campagne op moet voeren en wat dan werkt en niet werkt... Wat ik wel heb geleerd is één ding. Dat wat een vorige campagne lijkt te werken... werkt meestal 4 jaar later niet meer. Oké, okay, kun je weer vergeten dan. Dus het is niet zo dat we kunnen zeggen... Wilders wint de verkiezingen wellicht. En hij heeft het alleen via Twitter gedaan. Vanaf nu moeten alle campagnes alleen via... Dat heeft met de situatie van nu. Heeft in het bijzonder met zijn persoonlijkheid te maken. Met zijn strategie. Met zijn verhaal. Maar ik vind
gewoon hoe de democratie werkt en hoe wij een samenleving in stand houden. Daar hoort een gezond debat bij. Ik ga even naar de christelijke politiek, want u gaat maar één keer als christelijke partijen met elkaar in debat. Het christelijk lijsttrekkersdebat volgende week bij het Nederlands Dagblad in Ede. Waarom is dat? Is dat een soort stilzwijgende afspraak van we maken elkaar het leven niet zo moeilijk? Nou, ik weet niet. Volgens mij gaan we... Het is maar één keer dat de lijsttrekkers alle drie met elkaar in debat gaan. Ik heb niet het idee, ik heb niet een afspraak gemaakt daarover. Het is ook zo dat er niet zo heel veel van die settings zijn. Ik geloof dat een dag later bij u, Gert-Jan en Kees van der Staaij met Mona Keijzer nog wel weer langskomen. Daar heeft dan het CDA besloten niet meneer Buma te sturen. Maar heeft u onderling afgesproken van we gaan elkaar niet vliegen afvangen, maar meer onze pijlen naar buiten richten? Dat is niet een hele harde afspraak, maar ik voel hem wel zo. Weet je, er zijn natuurlijk in de aard van wie we zijn. Gaat het ook in de campagne met de christelijke partijen erom dat we elkaar ook nodig hebben, dat we elkaar ook respecteren, dat we ook gewoon dicht bij elkaar staan op heel veel terreinen. En komt daar ineens een nieuwe partij, Jezus Leeft? Ja, die komt erbij. Ja. In ieder geval doet hij mee in de verkiezingen. Als hij in de Kamer komt, dat moeten we nog zien. Maar daar hoort natuurlijk een zeker als wij dat niet meer kunnen voorleven, hoe je respectvol met elkaar om kunnen gaan, dan hebben we een probleem. En tegelijkertijd zijn we ook drie verschillende partijen. Zijn er accentverschillen? Ja. Die zijn er ook tussen de partijen. En die wil je wel in een debat, zoals bij het Nederlands Dagblad, wil je die wel over het voetlicht brengen. Ja. Het CDA doet nog een heel veel andere debatten mee. Die maken daarin hun afweging om wat minder vaak daarin te willen. Want waarom is christelijke politiek in uw optiek zo belangrijk aan 2017? Nou, omdat ik denk dat juist in het... Als het gaat over politiek, dan gaat het over de vraag hoe gaan we met elkaar om. Ja. En ik kan niet me anders voorstellen dat als ik... Het heeft ook wel gewoon met waar je in je leven staat. Dat als God, als de glorie van God, als het koninkrijk van God het belangrijkste is in je leven, dan neem ik dat ook mee in mijn politieke keuzes. Mm-hmm. Dan heeft het ook te maken hoe wij met anderen omgaan. Daar hebben wij gewoon een politiek platform voor in dit land. We hebben een meerpartijenstelsel. Ja. Dus wij kunnen die diversiteit aan als land. Ja, dat motiveert mij enorm om vanuit mijn geloof in de politiek te bedrijven. Ja. Ik vind het ook een vak. Het is ook echt een vak van de politici. Niet mijn vak, want ik ben maar een ondersteunende medewerker. Mm-hmm. Maar het is ook een vak om dat in politiek handwerk te gieten. Als ik kijk, we hebben een boekje gemaakt van de resultaten van de afgelopen 4 jaar van de huidige Tweede Kamerfractie. Met wat zij in 94 aangenomen moties voor elkaar hebben weten te krijgen op hele essentiële dingen als vluchtelingenwerken, gezinsbeleid. Dus het praktische handwerk. Ook in de oppositie. Ja. Dat heeft gewoon impact over hoe wij in de samenleving dingen geregeld hebben. En omzien naar elkaar. En naast de liefde handen en voeten geven. Ja, ik kan dat niet scheiden van wie ik ben als christen. Ja. Ja. Bent u wat dat betreft somber gestemd voor de toekomst? Of is er hoop ook richting... Ik ben, 2020 nooit somber, en verder. Ik ben nooit somber gestemd. En dat heeft alles ook weer te maken met mijn geloof natuurlijk. Ja, maar dat is ook voor na deze wereld. Ja, zeker. Maar ik bedoel, het politieke handelen op deze wereld. Ja, nou ja, ik noemde al eerder het waardig ouder worden. De thema's die voor ons belangrijk zijn, die zijn onderdeel van deze verkiezingscampagne. Dat maakt mij hoopvol. Ik bedoel, het kan ook de verkeerde kant opvallen. Maar we doen mee aan een maatschappelijk debat als christen. Nee. En ik zie ook dat als ik kijk naar hoe de peilingen nu lopen, dan zie ik allerlei coalitievarianten waarin christelijke partijen wel eens heel erg essentieel kunnen zijn. En dan hoop ik dat we nog meer kunnen doen dan die 94 resultaten die we al de afgelopen 4 jaar hebben kunnen bereiken. Wordt daar nu al over gesproken met een eventuele kabinetsdeelname? Nee, ik denk dat nu de accent ligt nu echt op het doen van verkiezingen. Ja. En wat wij zeggen is, je moet die verkiezingen zien als de inzet van wat er daarna gebeurt. Mm-hmm. En daarna moet de partij die het grootste is, die moet beginnen met gesprekken. Zo werkt onze democratie. U bent campagneleider bij de ChristenUnie, meneer Koning. Tot slot, wanneer is uw missie geslaagd? 6, 7, 8 zetels? Mijn missie is geslaagd als ik niemand heb die op 16 maart tegen mij zei... Ik had moeten weten dat er hele essentiële dingen als het gaat om geloofsvrijheid en onderwijsvrijheid op het spel stonden. En als mensen dan gaan stemmen en weten dat dit urgent is, dat de agenda urgent is, dan ben ik tevreden. En als mensen op mij afkomen en zeggen, had dat nou gezegd? Dan denk ik, jammer. Okay. En het aantal zetels zullen we wel zien. We gaan het zien op 15 maart. Dank voor uw komst, Marcel Koning. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn zijn we er weer. Dag!